voetballen leer je op straat. Gewoon trappen tegen een muurtje. Hoog houden in het park. Ik had altijd een bal bij me. Als ik me verveelde, was ik aan het ballen. Toen ik 5 jaar oud was, ben ik begonnen met voetballen bij Olympia 18 in Boekschoen. Er waren toen nog geen meisjesteams, dus speelde ik tussen de jongens. Ik heb daar heel veel geleerd. Natuurlijk droomde ik dat ik profvoetballer wilde worden. Maar dan moesten de jongens altijd lachen. Meisjes worden toch geen profvoetballer? Maar dat werd ik wel. Toen ik 16 was, ging ik bij Willem II voetballen in de Eredivisie. En via VVV Venlo kwam ik bij PSV terecht. Toch moest je altijd het voetbal combineren met een baan of met je studie. Daarom was ik ook zo blij met mijn aanbod bij Achilles. Ik heb een contract en hoef geen baan of studie ernaast te hebben. Ik kan gewoon alleen maar voetballen. Dat is mijn droom. Zo kan ik me ook helemaal richten op het EK in Nederland. Ik wil er zo graag bij zijn deze keer. Zeker ook omdat het in Nederland is. Maar de vorige heb ik steeds gemist door blessures. Dus ik moet gewoon nu fit blijven. Een EK in eigen land maakt je niet iedere dag mee. Misschien maar één keer in je leven.